Ja, er was ook al. Ja. Oh my god, nee, we doen eerst achter. Oh nee. Heel graag filmen we jou zo in deze serie. Okay, kom hier, kom hier, kom hier. Zit erin. Should put a ring on it. Je bent echt een terechte Miss Nederland inderdaad. Dat is morgen. Aan het editen. Oh ja, dat is morgen. Pizza of doppie erop zitten, opdraaien. Ja, die. Ja, ja, ja. Welkom bij een nieuwe video op het Foodinesse YouTube kanaal. Vandaag gaan we weer koken en knoeien. En ontvang ik in deze keuken mijn allereerste vrouwelijke kandidaat van deze serie. En dat is... Team Almere zijn we eigenlijk. Ja, daar kom ik net achter. De meeste mensen thuis kennen jou natuurlijk van. Is Holland. Klopt. Dance Dance Dance. Ja. Model. Ja. Presenteren. Maar de vraag van vandaag is, kan Zoe ook een beetje koken? Ja, dat is nog maar de vraag. Dat zullen we straks afwachten. Ik kook wel, af en toe. Ja. Maar ik eet ook heel veel bij mijn ouders. Dus we hebben Zoe van tevoren gevraagd wat haar favoriete ontbijtje is. En dat zijn wetteltekens. Ja. Wat leuk. Zit daar een verhaal achter? Dat is heel ouderwets natuurlijk. Ja, klopt. Nee, mijn vader maakte dat altijd. Vroeger op vakantie ook. En ja, ik vind het gewoon zo lekker. Het is zoet. Brood, het is alles wat ik lekker vind. Een beetje jeugdsentiment ook. Ja. Nou, in deze keuken gaan we er iets gezond alternatief van maken. Ja. En het klinkt makkelijker dan het is, want we gaan koken en knoeien. En dat betekent dat we gaan koken met een handicap. Ik ga zo meteen namelijk mijn handen vast laten maken door Team Foodiness. Jij krijgt een oogkapje op. En dat betekent dat we goed moeten gaan samenwerken om dit te kunnen maken. We hebben nog nooit überhaupt samen gekookt. Dus dat wordt een uitdaging. Belangrijk is wel, we worden beoordeeld door de koken en knoeien jury op presentatie, kwaliteit en samenwerking. Ja, 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 on, hier. Masterchef. Belangrijk. We hebben iets leuks. Deze is voor jou. Koken en knoeien met Zoe. Hij past. Dan ga ik jou als laatste even vertellen wat we nodig hebben. Ja. Want dan kan je dat nog één keer goed opslaan. Dus probeer een beetje te bedenken, oké, de eitjes liggen daar in het midden en dit ligt daar rechts. We gaan de wetteltapejes uit het boek maken. Oké, wat we eerst gaan doen. In dit pakje gaan we het mengsel maken van 2 eitjes. 50 ml ongezoete melk. Ja. En daar gaat een klein beetje kaneel bij. Spelbroodjes er doorheen halen. Deze kokosoliespray. Nou, let's go. Is het gek? We gaan het samen doen. Ik ga je helpen. Yes. Hey, dan gaan we beginnen. 2 eitjes. Mijn rechterhand naar voren. Ja, 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 daar. Ik voel het. Zo 1. Ja, en je hebt in je linkerhand het bakje. Perfect. Zoals je het thuis ook altijd doet. Je hebt het niet. Zit ze 1? Ja. Nee, ook niet. Oh, nee. Goed zo. En dan nog eentje. En dan met je naar links. Ja. Als ik het wel kan zien, zit er meestal wel een schilletje bij, maar er zit geen één schilletje in, dames en heren. Dan deze kant op, naar links achter. Ja, en dan vooruit de melk pakken met die hand. Ja, perfect. Op zitten, opdraaien. Oh, we hebben al geholpen. Nieuw pak uit open. En dan met je linkerhand gaan we dat, dat bakje pakken om af te meten. Nog een beetje naar links, plastic. Ja, die. Ja, nou doe jij maar een scheut erin. Ja, jij moet natuurlijk en ik ga zeggen, als het... 50 ml. Zit ik er wel boven? Ja. Ja. Ja, gaat goed. En stop. Oh. Ja, genoeg. Ja, netjes. We hebben denk ik 4 druppels. Bakje pakken. Hier op een beetje op links. Deze. En die met melk. En dan gaan we dat bij de eitjes doen. Dan zet die niet meer. Oh, oh. En dan met je linkerhand die melk. En die gaan we dan in het bakje met de eitjes doen. Dus als jij voelt dat je hem hebt. Ja, nu kan je. Ja, nu. Ja, top! Ja, en stop maar, want het was een beetje te veel. En gooi die maar in de rommelbak. Toppie! Ja, perfect. Ja, een beetje naar voren, ja, ja, een beetje naar links. Daar voel je hem. Ja, nee, rechts. Rechts, rechts. Ja, die. Ja, ja. Topje open. En dan, begin maar. Ik zeg wel stop. Ja, nog een beetje meer. Kan je er echt op slaan? Het voelt als een... Ja, stop! Ja, perfect! Ja, top, 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 top. Oké. Oké, dan garden. Ja, toch? Ja. Ja, die. Ja, oké. Okay. Naar beneden. Ja, ja, je voelt ook. Oh, hebben. You got it, baby. Oké. Okay. Nou, schudden. Nee, andere bordje. Links. Ja. Ja, goed zo. Ik denk wel dat die goed is. Ja? Ja.
in de prullenbak? Ja, zeker. Oké, zullen we eerst een pannetje even vormen? Oké, er zijn dus 4 knoppen. Dat is de rechtste, dat is de laatste. Dan moet je dus nu naar links. Ja, die. En dan moet je hem indrukken en dan naar links draaien. Ja, perfect! We hebben 4. Ja, dus weer naar rechts. Dat is de melk en daar staat die achter. Ja, die. Ja. Ja, top eraf. Gooi weg. Een beetje naar beneden met je rechterhand. Ja, en een beetje. Ja! Een beetje naar voren. Perfect! Oké, dan gaan we de bammetjes erin halen. Spelbroodjes. Een beetje naar links. Een beetje naar links nog, dat is een kwark. Ja, daar. Precies, je voelt ze. En dan hebben we er 1. En nu naar beneden. Gewoon rechtstreeks naar beneden. En daar zitten. Ja. Oh, ja, de vingers zijn ook een beetje in. Dat hoort die poetsen we wel eens wat tegen. Wat zo? Ja. Oh, dit doe je perfect. Naar links, naar links, naar links, naar links. Nu weet ik gewoon echt niet waar je doet het. Echt, het gaat helemaal goed. En dan nu het broodje eigenlijk, ja, gewoon nu laten vallen. Perfect! In de rechterhand gaan we naar beneden, daar ligt een spatel. Naar beneden, dat is een kaneel, en daar ligt echt links. Ja, oh, perfect. Perfect. En dan gaan we hem even omdraaien, als hij een beetje, tot hij gaat ruimen. Ja, goed! Ja, en nu gewoon omkipperen. Hij valt echt niet uit de pan. Denk? Nee, echt niet. En anders hebben we nog extra brood. Ja, dat gaat helemaal goed. Ja, doe. Ja, ik weet het. Wippen. Ja. Of je kan hem ook terug wippen. Ja, je moet hem harder omdraaien. Ja! Ja? Nee. Nog 1 keer. Dit is het moeilijkste van alle. Ja, echt wel. Ja! Perfect. De rentel. Oké, we gaan er nog eentje doen. Oké. Perfect. De bovenste heb je al omgedraaid en ze liggen nog een beetje op elkaar. Voel je dat? Oh, nee. Dus als je nou alle 2 tegelijk pakt, snap je? Ze zijn naast de pannen gevallen. Nee. Oké, keeper ze gewoon nu. Oké, en dan hoef je nu alleen maar je spatel erop te scheppen. Gewoon naar links. Ja, naar links. Nu. Perfect. Hoor je het? Ja. Oh, even lichter. Kan je het horen? We hebben ze op bord. Oh mijn god. Perfect. Terug naar de aardappelblad. En ik ga een vraagvuurtje met je doen. Ontbijt is mijn favoriete maaltijd van de dag. Ja, dat is. Ik eet vaker buiten de deur dan dat ik thuis kook. Niet waar. Als ik zelf kook, kook ik meestal gezonde maaltijden. Mijn haar is inmiddels mijn signature geworden. Ja, waar. Maar dat vind ik eigenlijk een beetje stom. Echt? Ja, want als ik stijlhaar heb, dan. Herkennen mensen je niet meer? Gewoon niet. Voor mijn modellencarrière moet ik opletten op wat ik eet om een beetje in shape te blijven. Ja, we hadden het er net over. Niet waar. Dat is waar. Vind ik ook echt stom als je dat moet doen. Ik kan mijn dans op het nummer Single Ladies van Beyoncé nog zo uit mijn hoofd doen. Ja? Helemaal? Ja, tuurlijk. Ja. Echt? Ja. Denk je dat het lukt om mij gewoon 8 tellen uit het refrein te leren? Tuurlijk. Ja? Ja. Ja, ik dans gewoon in de club, dans ik zo, hè? Oké. 8 tellen uit het refrein. Ja, daar komt ie. If you like it, then you should have put a ring on it. Oké, wacht. En jij doet eigenlijk een hip en een hoofd. A la Beyoncé en toe. Oké. If you like it, then you should have put a ring on it. Dus deze is meer steady, echt. Die andere is meer met een heup en dan een hoofd. En die andere is echt bam. Favoriete junkfood. Hey. Toch wel? Helemaal waar. Ja, echt? Ja. Oh. En dan frikandellen met appelmoes. Ik vind gezond eten belangrijker dan sporten. Ja, dat is best wel moeilijker. Want als je veel dans nog wel, dat is toch wel actief, hè? Ja. Sinds ik Miss Holland ben geworden, krijg ik meer modellenklussen. Niet waar. Nee. Als Miss Nederland hou je eigenlijk niet echt heel veel bezig met model zijn. Een plekje in de jury van Dance 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 zou ik wel heel leuk vinden. Ja, dat dacht ik ook. Ja, tuurlijk. Tuurlijk wel, hè? Ja, nou, bij deze RTL. Presenteren is wat ik het liefste doe. Ja, ook waar. Ja. Op tv dan dus wel. Ja, klopt. Ja. Per dag zit ik meer dan 1 uur op Instagram.
dan de laatste is een open vraag. Mij kun je 's nachts wakker maken voor? Voor alles eigenlijk, want het maakt me eigenlijk helemaal niet uit. Ja, ik vind slapen heel fijn, maar als je me wakker maakt ben ik meteen heel actief en kan ik zo mijn bed uitspringen. Tam! We gaan ze afmaken. De finishing touch. Je zei het zelf al, je zit veel op Instagram, dus je weet dat je bord pas klaar is met eten als het Instagrammable is. Nou, we doen er een schep magere kwark op. Oké. En een klein beetje honing, want dat mag in de ochtend. Het is een ontbijtje. Oh, dit zijn wel hele dikke. Oh, wat goed! Ja, omdat ik het eigenlijk gewoon heel lekker vind. Ja, ik ook. We gaan het even proeven. Oh, ik ben heel benieuwd. Voordat het naar de jury gaat. Nou, ik vind ze zelf heel lekker. Jury! De jury! Het commentaar, de cijfers. Komt u maar door. Oh! De presentatie een 7. Dat komt denk ik door mij. Kwaliteit hebben een 9. Dit zijn echt monster wens op deze school. En het samenwerken in 8. Ja. Ik denk dat we dat ook heel goed voor elkaar hebben. Ik ook! En gemiddag! Yay! Dan hoop ik dat ik niet meer wordt ingehaald. Een 8. Ik vond het heel leuk om samen met je in de keuken te staan. En wat meer over je te weten te komen. We gaan de video afsluiten. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Mochten jullie nog vragen hebben over Zoe, over het receptje, laat het dan weten hieronder. Geef ons een duimpje omhoog als je deze video super leuk vond. En dan zie ik je heel snel weer. Doeg!